FC Groningen begint komende zondag aan de tweede seizoenshelft van de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Excelsior. Met een vrijwel ongewijzigde selectie, maar wel een andere hoofdtrainer. Frank Wormoed werd ontslagen na de laatste wedstrijd voor de winterstop. Zijn assistent Dennis van der Ree mag na een mislukte zoektocht naar een nieuwe trainer het seizoen afmaken als hoofdtrainer. En dat wordt een behoorlijke klus. Groningen staat 15e met 12 punten uit 14 wedstrijden. En het spel voor de winterstop bood geen perspectief op beter. Toch heeft de nieuwe hoofdtrainer er vertrouwen in dat hij op dit moment de juiste man op de juiste plaats is. Ik heb wel duidelijk laten blijken dat ik er klaar voor ben, maar niet mijn vuist op tafel geslagen dat ik het moet worden. Nogmaals, ik snap dat het voor een club, zeker als een club als Groningen, een soort van onzekerheid is om een onervaren, maar een trainer die nog niet eerder hoofdtrainer is geweest bij een eredivisieclub, om die zo naar voren te schuiven. Ik snap dat dat niet, je eerste gedachte is, dus op dat gebied snap ik het ook. En ik had meer zoiets van, ik sta hier nu en ik doe mijn uiterste best en ik heb vertrouwen in mezelf. En als ik dat heb en ik kan doen wat ik graag wil dat er gebeurt, dan had ik er wel vertrouwen in dat ze uiteindelijk bij mij terecht zouden komen. In de voorbereiding werd gewonnen van FC Utrecht, maar in de laatste oefenwedstrijd voor het hervatten van de competitie werd kansloos verloren van Almere City uit de keukenkampioendivisie. Het baat je zorgen, want je ziet hoe het loopt, maar ook tegelijkertijd niet, want je weet dat het zo is. Maar wat ik al zei, ik heb ook gezien hoe het tegen Utrecht gaat en ik heb ook gezien hoe de trainingen gaan. Ik heb ook gezien hoe het trainingskamp gaat. Dus ik haal meer vertrouwen uit dat dan ik me heel veel zorgen maak uit Almere City. Al moeten we onze ogen daar niet voor sluiten, want het gebeurt wel. Dat het nog een keer gaat gebeuren, dat geloof ik zeker. Dus we zullen nog wel een keer wedstrijd echt door de ondergrens gaan. Dat mag niet en daar gaan we alles aan doen om te voorkomen. Want nogmaals, ik zit liever elke week op de bank zoals een wedstrijd zoals tegen Utrecht. Volgens Van der Ree voelen de spelers de urgentie dat het nu echt beter moet. Kijk, wij hebben er uiteraard met spelers over gesproken, hoe we ervoor staan. Maar ik merk ook, of ik heb gezien dat spelers ook onderling het erover hebben. En elkaar eigenlijk wel corrigeren van op het moment dat het even wat minder gaat. Moet ik zeggen, ik heb qua training en zo nog weinig echt slechte training gezien. Het is echt vanaf de winterstop echt goed gegaan. Maar zo'n wedstrijd tegen Almere City, dan hebben de jongens echt wel elkaar aangesproken van hey, dit willen we niet meer, dus dit mogen we ook niet meer laten gebeuren. En die spelers hebben ook vertrouwen in de nieuwe trainer, vertelt een van de weinige lichtpuntjes van de eerste seizoenshelft, Radinho Balker. Dennis was al gerespecteerd in het team, daarom is hij ook gebleven uiteindelijk, want we hebben gewoon vertrouwen in hem en ook laten zien dat we met zijn speelstijl ver kunnen komen, denk ik. De club die communiceerde dat Dennis Van der Ree het seizoen mocht afmaken. En er stond bij dat ook de spelers aangaven van dat ze blij waren met zijn werkwijze. Waar worden jullie zo blij van? Nou, ik denk dat gewoon het plezier sowieso op de trainingen, de oefenstof die we krijgen. We zien ook dat we gewoon vooruit gaan in wat we doen. Dus dat speelt wel mee. Wat voor dingen zijn er? Kun je er iets over uitweiden? Nou ja, gewoon, ik denk dat je het vandaag zelf ook wel gezien hebt. Het plezier wat het team uitstraalt. En ik denk dat de kwaliteit in de wedstrijd tegen Utrecht zie je het dan. Dat komt gewoon weer naar boven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat heeft deze groep nodig om weg te komen op de plek waar jullie nu staan? Punten. Ja. Hoe ga je die halen? Door met z'n allen gewoon keihard te werken op trainingen. Want daar begint het natuurlijk, bij de trainingen. En als je op de trainingen het niveau haalt, dan ga je in de wedstrijden hetzelfde niveau ook halen. En ik denk dat het sowieso in het team zit. En als er nog iets bij komt, dan zou dat mooi zijn. Maar ik denk dat het sowieso in het team zit. De wedstrijd tegen Excelsior is aanstaande zondag om 16:45 in Rotterdam.